Sarah is lief aan het spelen, dus ik ben heel verrassend aan het... Goedemorgen, het is zaterdag. We hebben zo lekker uitgeslapen. Ik ben aangekleed. Ik heb deze top aan van Selected Femme, broek van Maison & Scott. En ik heb even de Supertrash slippers aan, want ik kan nog steeds niet veel schoenen aan. Dat is omdat ik nu in huis ben, dadelijk even kijken wat ik wel aan kan. En het regent en ik hou niet van regen. En mijn haar zit echt heel charmant, maar dat is echt zodat die krullen even goed kunnen drogen. Want als ik het naar beneden laat hangen en het droogt, dan heb ik half stijlhaar gelijk. En dat is niet de bedoeling. En het is zo leuk, ze is zo lief aan het spelen. Je heeft de hele poppenverzameling en Barbie-verzameling volgens mij eruit gehaald. Ja. Hi, je bent lief aan het spelen. Ja. Dat vind ik zo leuk. Daar word ik altijd heel vrolijk van. Dat zijn de schoentjes van de haar. Ja. Ga lekker spelen, mop. Sarah is lief aan het spelen, dus ik ben heel verrassend aan het opruimen geslagen. En ik heb heel veel dingetjes gepakt. En die gaan allemaal weg. Dit is allemaal speelgoed. En dit gaat allemaal ons huis uit. Nog meer gevonden. Dit gaat ook weg. We zijn echt aan het genieten vandaag. Ik heb al die dingen weggeruimd en nu heb ik lekker popcorn gemaakt. En we gaan even een filmpje kijken, verschrikkelijke ikken. En het bevalt me eigenlijk wel even een rustig dagje verder thuis. Yes. We hadden de tijd niet zo door, dus we moesten nog boodschappen doen. Maar het is eigenlijk etenstijd nu, dus we gaan nu heel snel boodschappen doen. En Sarah heeft mijn kleinkind mee. Dus we gaan, misschien heeft het niet echt veel zin meer. We gaan gewoon even boodschappen doen. Letten, hè? Voorzichtig. Je doet het hartstikke goed. Ja, heel goed aan het opletten, mop. Echt erg. Ben ik heel de dag best wel gezond aan het eten. En nu toch weer wat pindas aan het eten. Ik kan het echt niet laten. Maar goed, vandaag is wel beter gaan. En ik ga zo met Marco verder. We zijn Bates Motel aan het kijken. Ik weet niet of je de serie kent. Ik vind het echt een aanrader. Morgen is het vaderdag, dus... ik ga vandaag proberen enigszins op tijd te gaan slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei!